Een dierenpensionhouder is een ondernemer die beschikt over een eigen dierenpension. Er bestaan verschillende soorten dierenpensions, die over het algemeen honden, katten of een combinatie van honden en katten opvangen. Een dierenpension kan het beste omschreven worden als een tijdelijk logeeradres, waarbinnen huisdieren tegen betaling opgevangen worden. Deze tijdelijke opvang van huisdieren kan voor enkele dagen zijn tot wel enkele weken. Dierenpensions zijn dus speciale bedrijven die het mogelijk maken voor huisdierbezitters om hun huisdieren tijdelijk ergens anders onder te kunnen brengen. Binnen dierenpensions staat goede verzorging van huisdieren hoog aangeschreven, waardoor mensen met een gerust gevoel hun huisdieren kunnen achterlaten bij het pension. Het is mogelijk dat een dierenpensionhouder ook andere diensten kan aanbieden met betrekking tot huisdieren, zoals een uitlaatservice. De term dierenpensionhouder moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten dierenpensions zijn. Het is denkbaar dat binnen een dierenpension alleen honden opgevangen worden, of bijvoorbeeld alleen katten. Ook het opvangen van huisdieren voor één enkele dag is over het algemeen mogelijk binnen een dierenpension. Een dierenpension kan niet vergeleken worden met een dierenasiel omdat binnen een dierenasiel alleen dieren opgevangen worden die geen baasje hebben, en dieren opgevangen worden die weggelopen zijn. Dierenpensions zijn belangrijk voor diereigenaren, omdat veel mensen sterk afhankelijk zijn van dierenpensions. Vooral tijdens de vakantieperiode, als mensen massaal op vakantie gaan, zijn dierenpensions onmisbaar. Een dierenpensionhouder is dus een ondernemer, die tegen betaling dieren tijdelijk zal opvangen. En verzorgen voor diereigenaren. Daarnaast kan een dierenpensionhouder andere diensten aanbieden die met dierverzorging te maken hebben.